Poetin. 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 De eerste president van het vrije Rusland, Boris Jeltsin, raakt internationaal al snel zijn aanzien kwijt. De overgang naar democratie en een markteconomie verloopt chaotisch. Armoede, geweld, georganiseerde misdaad. De samenleving is compleet ontwricht. En de onvrede is groot. Het wordt oorlog. Oorlog op de Caucasus. En in Moskou woedt een korte maar hevige machtsstrijd. President Jeltsin weet de machtsstrijd nog net te winnen, maar zijn drankzucht is niet meer in de hand te houden. De voormalige supermacht staat eind jaren 90 op het punt uiteen te vallen. Rusland is dan een onbestuurbare maffiastaat geworden. Geen democratie, maar een gewapende anarchie. In 1999 neemt de verantwoordelijke man Boris Jeltsin afscheid. De zwaar zieke president tovert een onbekende opvolger uit de hoed. Het is Vladimir Poetin uit Sint-Petersburg. Ja. Ухожу. 31 december 1999, kort voor de millenniumwissel, geeft Jeltsin het stokje aan Vladimir Poetin over. In aanloop naar de verkiezingen wordt het imago van de wat bleekneuzerige Vladimir Poetin flink opgepoetst. En het contrast met zijn regelmatig vrolijk innemende voorganger is groot. We zullen hem zeker drinken. Maar we zullen drinken. De rijke elite schaart zich achter Poetin en denkt in hem een nieuwe marionet in het Kremlin te hebben. Maar als Poetin eenmaal definitief aan de macht komt, blijkt dat ze zich behoorlijk hebben vergist. In plaats van de machinerie uit de Jeltsin-tijd belooft Poetin strijd tegen de corruptie. De oude, rijke elite wordt resoluut aan de kant geschoven en wie zich verzet, wordt in de cel gezet en onteigend. Vrienden van Poetin nemen de miljardenzaken over. Er is een nieuwe elite, net zo corrupt als de oude. De bescherming van die elite moet gewaarborgd worden en Poetin gaat daar ver in. De politiek en de media worden blijvend onder controle gebracht. De populariteit van Poetin in de media is aanvankelijk groot. Maar al snel komt er ook de kritiek en de satire. TV en gedrukte pers zijn dan nog de belangrijkste informatiebron. Maar de onafhankelijke geluiden daar worden snel de kop ingedrukt. Kritische journalisten nemen de wijk naar het dan in Rusland nog relatief kleine internet. Maar als het internet in Rusland groeit, neemt de repressie daar ook toe. Websites kunnen door inspectiediensten geblokkeerd worden en software die die blokkades kan omzeilen wordt officieel verboden. En als de regering het nodig vindt, kan Rusland tegenwoordig zelfs zomaar van het wereldwijde web worden afgesloten. Zodra Poetin in eigen land de touwtjes stevig in handen heeft, begint hij zich ook internationaal steeds duidelijker te roeren. Vooral de NAVO-opmars richting Rusland ervaart hij als een nationale vernedering. Hij wil het Westen een lesje leren. Poetin trekt de rode lijn in Georgië, dat ook NAVO-lid wil worden. Als het land op de Caucasus de strijd aangaat met Rusland, rekent het vergeefs op steun uit Amerika. Poetin slaat keihard terug. In Gori komt ook RTL-nieuwscameraman Stan Storiemans naast 11 Georgische burgers door een clusterbom uit een Russische Iskander-raket om het leven. Poetin heeft zijn spierballen laten zien op de Caucasus. De Russen zijn blij. Hoera! Rusland weet eindelijk weer een oorlog te winnen. Poetin komt als triomfator uit de strijd tevoorschijn. In binnen- en buitenland is Rusland dankzij de baas weer een machthebber om rekening mee te houden. Poetin ziet vanuit het Kremlin heel goed wat er gebeurt. Jongere generaties komen in opstand tegen corrupte, autocratische leiders. Het frustreren en saboteren van protestbewegingen in bijvoorbeeld Georgië en Oekraïne is een constante factor in het Russisch beleid.
vooral uit eigen belang. Als een volk in opstand kan komen tegen een corrupte leider, dan kan ook Poetin het nog wel eens moeilijk krijgen. Toch lukt het in Oekraïne de betogers om af te rekenen met het corrupte bewind van de pro-Russische Viktor Yanukovych. Na een straatoproer van maanden waarbij meer dan 100 mensen om het leven komen. Poetin laat het er niet bij zitten. Hij weet op slinkse wijze het Oekraïnse schiereiland de Krim te annexeren. Год, когда живущие здесь народы твердо определили быть вместе с Россией. En Poetin blijft onrust stoken door een rebellenleger op te tuigen dat zich in het oosten van Oekraïne afsplitst. Hele Russische legerdivisies vechten mee in een zogenaamde burgeroorlog. Er komen 10.000 mensen om het leven. Rusland blijft militair materiaal sturen, waaronder ook de Buk-raket die op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne vlucht MH17 neerhaalt. Een politieke oppositie in Rusland? Nou, na het uitschakelen van zijn belangrijkste opponent in de beginjaren heeft Poetin die eigenlijk niet meer. Maar eind 2011 gebeurt er iets bijzonders in Rusland. Ineens komen tienduizenden Russen de straat op. Ze willen eerlijke verkiezingen, ze willen een einde aan de enorme corruptie. Het zijn de grootste protesten sinds de val van de Sovjet-Unie. Het is de Russische middenklasse, jongeren vooral. Ze zijn hoog opgeleid, ze spreken hun talen, ze zijn vaak in het buitenland geweest en weten hoe een normaal land hoort te functioneren. En ze willen zelf ook in een normaal land wonen, in Rusland, maar dan in een... Rusland zonder Poetin. Met de Oekraïnse protesten in het achterhoofd worden de demonstraties hard neergeslagen. Oppositiefiguren zoals Alexei Navalny, die de gigantische corruptie in het Kremlin op onthullende wijze aantoont, verdwijnen voor korte of langere tijd achter de tralies. Iedere vorm van protest wordt aangepakt. Kent u de dames van Pussy Riot nog? Ook die moesten naar de strafkampen. Het dieptepunt is de moord op oppositieleider Boris Nemtsov. Hij wordt in 2015 op een brug vlakbij het Kremlin doodgeschoten. Потому что в правительстве все это делают, потому что руководители судов, прокуратуры и спецслужб делают то же самое, становятся миллионерами и миллиардерами за счет коррупции. Ondanks alle repressie lukt het Poetin niet de onvrede helemaal de kop in te drukken. Alexei Navalny wordt een nieuwe nagel aan de dooskist van de president. Met ontluisterende filmpjes op YouTube stelt hij de puissante rijkdom van de Poetin-elite aan de kaak. Opnieuw gaan jonge Russen de straat op en komt het tot harde confrontaties. De onvrede is niet voor niets. De Russische economie is in het slop geraakt en Russen voelen dat in hun portemonnee. In 2018 moet Poetin de pensioenleeftijd drastisch omhoog gooien. En daarmee breekt hij een oude belofte. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. Naar jongeren worden nu ook ouderen boos. Это обман избирателей. Poetin moet uiteindelijk de Russen kalmeren. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Zijn populariteit daalt even van 80% naar 60%. Dat klinkt misschien gek, maar voor Poetin is dat laag. In deze steeg in Moskou staan alle oude leiders van Rusland naast elkaar. Poetin staat er nog niet bij. Formeel eindigt zijn laatste termijn in 2024. Maar gaat hij ook echt weg? Скорее всего, опять будет. Я думаю, что останется. Я думаю, уйдет, но преемника какого-нибудь поставит. Бывает, что меняются конституции, сроки меняются, поэтому все может быть. Niemand hier verwacht dat president Poetin over een paar jaar zomaar dit Kremlin uitloopt, maar dat neemt niet weg dat er al druk wordt gespeculeerd over alle mogelijke scenario's. Poetin zou de grondwet kunnen wijzigen om toch langer aan te blijven. Это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества. Забрались за облака. Hij kan een loyale opvolger voordragen, die dan ongetwijfeld ook zijn opvolger wordt. Nu al wordt gespeculeerd over de minister van Defensie, Sergei Shoigu, waar Poetin eerder dit jaar zijn verjaardag mee vierde. Of wordt het toch weer een 1-2'tje met Medvedev als president,
en Poetin als premier, zoals in 2008. Op het Russische internet zorgt de opvolgingsvraag in ieder geval nu al voor veel lol. Poetin is nu al de langzittende leider sinds Sovjet-dictator Jozef Stalin. Maar of het beeld van de huidige president ook snel tussen deze oude leiders komt te staan, dat weet waarschijnlijk alleen Poetin zelf en misschien zelfs ook hij nog niet.